Onze meisjes, we gaan door met som 3. We slaan som 2 over, we gaan som 3 maken. Bij som 3 staat er hoeveel kinderen kunnen gaan eten. Het ontbijt bestaat uit deze dingen. Op je ontbijtbord moet er een bekertje met 5 bloemen in, 1 appelsap, 2 broodjes, 1 kuipje boter, 4 aardbeien en 4 plakken kaas. Wat verdeeld kan worden, dat zijn 26 bloemen, 24 aardbeien, 6 kuipjes boter, 10 broodjes, 18 plakjes kaas en 5 pakken sap. Denk eraan, alles wat in die ontbijt moet, staat hier. Dus wat doe je? Jij maakt alvast op een blaadje, maak je een paar borden. En dan gaan we kijken of alles op een bord kan, als we gaan verdelen. Ik begin eerst met mijn bloemen. Elke ontbijtbord moet 5 bloemen krijgen. Ik heb 26 bloemen. Dat betekent 5 ontbijtbordjes, die kunnen 5 bloemen krijgen, want 5 keer 5 is 25. En dan hou ik eentje over. Dus de bloemen zijn voldoende voor 5 borden. De aardbeien zijn 24. Elke bord moet 4 krijgen. Dus dan is het voldoende voor 6 borden, want 6 keer 4 is 24. De kuipjes boter zijn 6. Dus dat betekent ook eentje voor elke bord. Dan is het voldoende voor 6 ontbijtborden. Sorry. Dan heb ik mijn broodjes. Op 1 ontbijtbord moet 2 broodjes komen. Ik heb 10 broodjes in een pak. Dus dan is het voldoende voor 5 borden. Want 5 keer 2 is 10. Mijn appelsappen zijn ook 5. Elke ontbijtbord krijgt 1, dus het is voldoende voor 5 borden. Dan kom ik bij mijn plakjes kaas. 4 plakjes kaas per bord. Ik ga 18 plakjes verdelen in 4. Dat wordt dan voor 4 borden. Want 4 keer 4 is 16 en dan hou ik 2 plakken over. Als je dan goed kijkt, alleen maar 4 ontbijtborden, die zijn compleet. De rest, die hebben geen kaas. Dus hoeveel kinderen kunnen dan compleet een ontbijtbord krijgen van al deze spullen? Wordt dan alleen maar 4 kinderen.